Sportieve verliezers, maar toch een harde trek op het gelaat. En ja, dat is wel logisch. Hier in de studio overigens zit ook Wim Cornelis. Die is chef de mission van de Nederlandse afvaardiging al hier. Wim, hoe was de stemming voor de wedstrijd? Hoe heb jij het hele zwikkie rustig kunnen houden? Nou, dat hoef ik helemaal niet te doen. Ik bedoel, dat doet in eerste instantie Yvonne zelf. En Egbert, die bespreken van tevoren wat voor schema ze willen rijden en wat tijd ze willen. Ik bedoel, die hele sfeer, die atmosfeer eromheen van die Heidi Ho-stemming. Oh, dat was geen probleem. Zij wilde zelf zich alleen maar voorbereiden op de wedstrijd. We hebben er ook rustig de gang laten gaan. En ze gaat eten wanneer ze wil. En ze doet precies waar ze zelf zin in heeft. Ze is een prachtige eigen gerijde tante. Ze is zeker eigen gerijd. En ik denk dat het ook nodig is voor topsport. Je moet precies weten wat je zelf wil. En je moet precies weten waar dat toe kan leiden. Goed, we gaan zo direct door. Wat deden we met Yvonne? We volgden vanaf het moment, en dan komt dan die knipoog weer, dat ze van het podium afhangt. Een gouden knipoog. Zo kwam ze van het podium af en zo volgden we er. Kijk. In slow motion gaat je hart soms sneller tikken. Want dit deed ze met de wereld. Een onvervelende knipoog. En een tong. Dan zitten we weer. Je hebt post gekregen. Ja. Je hebt die bloemen weer. Je hebt nog maar weer eens een medaille erbij. Wat moeten we verder met je? Nou, ja. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat mag jij beslissen. Nee, het ging echt... Ja, het was zo'n mooie rit. Wist je wat je aan het doen was? Nou, hard schaatsen. En het gaat op het ogenblik echt heel makkelijk. Dat kan ik wel vertellen. Dus het was eigenlijk aan de ene kant heel verrassend. Aan de andere kant, ik ging wel vol vertrouwen van start. Het lijkt wel of alles je gemakkelijk afgaat. Als ik je zie lopen, dan is het net of je zo'n 7 centimeter boven de grond zweeft. Zoiets. Ja, zelfs het lopen gaat lekker. Ja, je weet ja, wat maar dat is gewoon misschien wel vorm. Ik weet het niet. Het gaat inderdaad lekker. En daar ben ik ook heel blij mee dat het lopen ook goed gaat. Want ik heb toch een tijd last gehad met mijn enkel. Dat is nu weer van de baan. Dus dat is mooi. In wat voor sfeer leef je op het ogenblik? Gewoon hoor. Dat is niet waar. Moet je eens kijken. Die horde mensen die daar allemaal staan te wachten. Ja, je wordt van hot naar haar gesleept. Hoe hou je alles op een rij? Nou, behoorlijk op jezelf inpraten. Gewoon doorgaan. Het is allemaal wel leuk en aardig. Maar ik heb aan meerdere gezien dat als het even iets minder gaat, dat je dan ook toch niet meer zo bejubeld wordt. Als ik het even zo klein mag zeggen. Zo klein mag je het zeggen. Je stond te boek als een 3 en 5 kilometer rijdster. Waar haal je de moed vandaan om dan ook de 1500 meter te winnen? Nou, mijn basissnelheid is dit jaar een stuk hoger. Hoe kom je eraan? Nou, puur door de training. Ik heb veel meer intervaltraining gedaan en het duurwerk iets minder. Dus ik ben zelf ook niet zo heel erg overtuigd van die 5 kilometer straks. Maar wel dus van die kortere afstanden. En dat merkte ik dus ook al aan de 500 meter. Want die ging me eigenlijk dit jaar ook veel makkelijker af als anders. Ken je je limieten eigenlijk? Op het ijs? Nog niet helemaal. Maar kijk, dit is natuurlijk een fantastisch snelle ijsbaan. En het is indoor, dat ligt me wel. Dus dan heb je alles mee en dan vind je het leuk. En dan gaat het eigenlijk toch wel een stuk makkelijker als dat je in de wind moet knokken met zijn zware sneeuwval en alles. Dat werkt gewoon op je hersens niet zo leuk in. Het feit dat je hier in december niet was, hè, dat heeft toen vreselijk veel pijn gedaan bij je. Dat zou wel best eens een keer de verklaring kunnen zijn achter alles, of niet? Ja, ik ben er toch nog van overtuigd dat het allemaal zo gegaan is zoals het had moeten gaan. Dat is heel gek, maar ik denk dat het heel goed is geweest voor me. Ze hebben jou bijna niet gezien op de banen, met name de DDR-rijders. Ik denk dat het een hele mooie manier van afleiden is geweest. Nou, ik hoorde van Egbert zelfs dat ze het niet geloofden. Dat ze op het moment dat ik er dus niet was in december in Calgary, dat ze aan Jan en alle mannen hebben gevraagd van wat is er aan de hand. En dat ze het echt niet geloofden dat ik aan mijn voeten werd geopereerd. Ze dachten dat het een of andere tactiek was. Dus als je dat dan achteraf hoort, vind je dat natuurlijk wel leuk. Nou is deze 1500 meter, dat is de absolute genadesteek die je nu toebrengt in de DDR-ploeg. Hè? Hoe reageren die twee meiden op je? Wat zeggen ze tegen je? Ja, ze zijn heel sportief en ze feliciteren je gewoon. Maar is dat sportief met toch een hard randje? Nee hoor, nee. Nee, kijk, ze hebben gewoon respect voor een goede tijd. En dat heb ik ook bij hun. En ja, dat merk je ook echt dat het oprecht is hoor.
Maar ja, het is natuurlijk best wel rot voor ze. Want zeker deze afstand was toch de koninginnenafstand van Kania. Weet je, dat heb je niet kunnen zien, want ze stond voor je. Zij stond te janken bij het Wilhelmus. En jij? Ik zag het. Ja, toen had ik best wel met haar te doen. Ja, dat is gewoon heel lullig voor zo iemand. Want ja, het is heel makkelijk als je wint. Maar als je het moet verwerken om tweede te worden. Dat, als je gewend bent om altijd eerste te worden, dan is het inderdaad niet zo leuk om... om tweede te worden een keer. En ik kan best wel met haar meevoelen. Vooral omdat dit waarschijnlijk haar laatste afstand was. En ze houdt ermee op. Ja, dat wil je toch altijd goed afsluiten. We hadden afgesproken dat we dit gesprek zouden opnemen. Omdat nu een hele moeilijke fase voor je gaat beginnen. Je moet nu, hoe gek het ook klinkt, vroeg naar bed. Want je moet zo direct weer. Heb je enig idee of je dat ook weer aan kan? Ik bedoel dus die overbrugging, dat weer concentreren. Ja, dat is heel moeilijk. En ik denk ook dat je dat pas na de 5 kilometer kan zeggen. Maar aan de andere kant... Maar wat ga je nou doen? Ga je nu gewoon naar huis toe tanden poetsen, pyjama aan haar liggen? Nee, eerst even eten. En dan inderdaad... Dat ga je echt doen? Ja, nog even kletsen met een paar goede vrienden. En dan gewoon weer lekker naar bed. En dan zien we morgen wel weer hoe het verder gaat. Gezond weer op, heet dat. Ja, precies. En het duurt nog even hoor. Het is pas om 3 uur, dus ik heb nog even de tijd. Maar je blaakt van gezondheid hoor. Je ziet er steengoed uit, wist je dat? Dankjewel. Ja, maar het is eigenlijk hetzelfde als met een andere wedstrijd. Er wordt dan heel veel omheen gehangen, maar zelfs wij merken daar weinig van in dit dorp. Dus het is gewoon maar een wedstrijd. Dus, ja. Gewoon maar een wedstrijd, hoor, mevrouw. Ja, tuurlijk, maar... Wil je even kijken wat er op je schoot ligt? Ja, dat is ook wel zo. Maar ik denk dat ik pas later besef dat het inderdaad een heel belangrijk toernooi was. Maar dat heb ik nu nog niet. Dat is heel gek, maar... misschien ook nog omdat er nog een wedstrijd staat te wachten morgen. Maar nu... misschien zet ik het wel van me af, ik weet het niet. Heb je enig idee wat je teweeg brengt in Nederland? Nou, wat ik hoorde van die 3 kilometer, zal het wel heel veel zijn, ja. Maar ik vind het heel leuk. Ik weet dat er heel veel mensen opblijven en dat op zich vind ik al heel grappig. Want jij hebt het moeilijk, maar zij heeft het ook moeilijk om wakker te blijven, denk ik zomaar. Ja. Slaap lekker, meid. Ja, bedankt. Mooi mensen en de spontaniteit die ze dan uitstraalt. En dat ze nog denkt aan de kijkers ook die 's nachts moeten slapen. Zoals gezegd, dat was een opname van pakweg 3,5 uur geleden. Hoe is dat gegaan verder? Is er toch nog weer een petit comité en feestje gevierd? Hè? Nou, ik vind dat je als je een Olympische medaille wint, dan moet je dat vieren. Dat is zo zelden dat je zoiets wint. En dat iedereen kan je kwalijk nemen dat je dat niet viert. Dus ik vind dat je dat altijd moet vieren. Dus we hebben... de vlag opgehangen, we hebben de 2 gouden medailles opgehangen. Daarachter stond een taart met gefeliciteerd Yvonne. En die hebben we gezamenlijk toch een heel klein feestje met wat koffie en wat thee. Zijn de bakkers morgen ook open? In het Olympisch dorp is altijd alles open. Ja. Hey, jouw titel is chef de mission. Je mag zeggen, de mission is geslaagd, hè? Ja. Is de chef ook geslaagd? Dat weet ik niet. En dat moeten anderen maar beoordelen. Ik vind in ieder geval dat ze geweldig gepresteerd hebben. Iedereen. Is het niet veel makkelijker om bij een ploeg je werk te doen waar gewonnen wordt? Jouw voorganger bracht er 0 mee uit Sarajevo, medailles. En hier gaat alles zo makkelijk. Ja, god, dat is mijn mazzel, hè. Ik denk dat ik er net zoveel voor gedaan en gelaten heb als die het gedaan is. Ja. En ja, die heeft dan geen succes en dan is het slecht. En dan is het... iedereen die zit dan... te kankeren en nou ja, je krijgt een slechte stemming. En wij hadden op de eerste dag een medaille die nauwelijks iemand verwacht had. En met de prinsen daar op bezoek was het zo'n geweldige stemming dat het kon niet meer kapot. En het is ook helemaal niet meer kapot gegaan. En dan komen de dames en dan is er een of andere journalist die tegen mij zegt van... nou, dat zal wel een kater worden als die dames komen. Nou, je ziet wat... dit wordt echt het hoogtepunt. Journalisten en vreselijke mensen. Zou je even de borst vooruit willen doen? Ja. Wat zie ik daar? Dat zijn... die heb ik gekregen met Dicte Vrome. Dat zijn 6 tulpen. Bij iedere medaille krijg ik een tulp. En hij heeft beloofd dat hij morgen misschien een kroontje heeft. Weet je wat dit is? Dat is een tulp, ja. Wil je hem alvast van me hebben of niet? Nee, nee. Nee, die wil je niet hebben. Wat zit er aan te komen? Hij zegt zelf ook, er is er maar 1 die kan planten en dat ben ik. Oh ja, want hij zit op de goede grond. Ja. Hey, misschien dat we je morgenavond in welke fantastische vorm ook nog terugzien. Dank in ieder geval dat je hier wilde komen. En straks moet je weer terug naar de rust. Mag ik ook één ding vragen? Ja? Is het waar dat je met schaatsverslagen op gaat houden? Of althans in grote zin? Maar dat is, journalisten zeggen dat. Maar ik wou je een cadeautje geven. Want ik heb gehoord dat... dat het in Nederland enorm leeft, de ontbijtshow. Ja. En we hebben de keuze tussen official dassen en tussen sportdassen. Ik weet mijn liefde voor blazer, mensen.
En dat weet ik, daarom heb ik je ook een sportas gegeven. Dat kun je die graag overhandigen. Ik heb gehoord dat het enorm populair is. Ik vind het geweldig dat jullie dat allemaal doen. Ja. En jij doet dat niet alleen. Koos die schijnt dat ook te doen in Nederland. Ja. En ik wil hem graag een Koos opgeven. Goed. Die hebben we dus. Graag. Dank je wel. Dan zijn we er bijna. Ik wil nog even deze. Want het laatste onderwerp wat we nog voor u hebben, dat is nog heel leuk namelijk, T. Je moet goed weten dat Yvonne heel gezellig is namelijk. En hoe gezellig ze is, dat zullen we nu laten zien. Vanavond laat in het Olympisch dorp pakte ze nog een pakje uit. En weet je wat eruit kwam? Kijk maar, hier komt het. T. Ik weet best wel dat daarbij van moet. Kijk, Yvonne. Daar was het cadeau uit Holland. Vanavond gearriveerd. Ik denk dat Hans Muller van het NLC erachter zit. Houd hè. De laatste beelden van die vlog van vanavond uit. Is dat terrific? Kan niet meer weg? Vannacht in onze studio Tjaart Kloosterboer, een van de belangrijkste mensen achter Yvonne van Gennep. Hij reageerde in gesprek met Tom Egbers enthousiast op de prestatie van Yvonne. Dit is zo fantastisch. Ik heb er nog helemaal geen woorden voor, hoor. Ik ben er helemaal van onder indruk. Dit kon helemaal niet. Nee, ik had hier ook niet op gerekend. Kijk, als je terugrekent naar die 3 kilometers, de basissnelheid, die had ze. Dat liet ze daar zien. Maar dat ze die tweede volle ronde, er zo overheen kletste. Met een 31-2 en dan een 32-3 op het eind. Kijk, daar slaat ze het hele spul. Dat ze dat in één keer op kan brengen en zo door durft te gaan. Dat is fantastisch. Opnieuw heeft Yvonne van Gennep zeer gunstig gelood voor de 5000 meter die vanavond om 11 uur Nederlandse tijd wordt uitgezonden. Rechtstreeks moet u kijken. Een paar uur geleden bracht het lot haar in de 5e rit tegen de Russin Elena Lapuga. En wie zit er weer in de 1e rit? Wat dacht u natuurlijk? De onfortuinlijke Andrea Erich, de Oost-Duitser die voor de 3e keer als eerste weg moet. Gisteren was het de 2e rit, een soort mazzel. Ze rijdt overigens tegen Ingrid Paul. De rest ziet u. Tsange, ook altijd gevaarlijk tegen de Amerikaanse dokter. Stam, de Nederlandse tegen Kleeman, Oost-Duitser in de 3e rit. Hashimoto, altijd een gevaarlijke outsider in de 4e rit. En dan Van Gennep, die alles kan overzien wat er zich heeft afgespeeld voor haar rit. Tussen 11 en 12, voor 12 uur, voor middernacht, weten we hoe het is afgelopen. Voortdurend heeft u in de afgelopen weken gezien die mensen daar in Calgary vrolijk hossend soms in oranje gehulde schaatssupporters die de Nederlandse kernploegen achterna gereisd zijn naar dat Calgary. Overal volgen ze de schaatsers en deze dagen hebben ze daar geen spijt van. Maar het Smeets kwam er een paar tegen. Ook hier zijn ze, de oprechte, superfanatieke Nederlandse schaatsliefhebbers. De spandoekendragers, de juichers, de sympathieke gekken. De Canadezen kijken hun ogen uit. Zulke gasten hebben ze nog nooit gezien. Nee, ze vinden het allemaal leuk. Ik krijg veel complimenten, hoor. I like your head. En toen Yvonne gewonnen had, toen feliciteerden ze mij allemaal. Hè. Ze konden zien, Yvonne zat voorop. Dus. Hoeveel maken je deze weken? Hoeveel maken? Prima. Ja, schitterend. Zo'n dag als vandaag met de zon. Ja, we hebben lekker de hele dag in de zon gezeten, hè. T-shirt. En de dagen met die medailles? Ook. Feest, hè. Voor schaatsen, voor de Olympische Spelen en voor de lol. Wat komt eerst? Schaatsen. En dan? Schaatsen, ja. Schaatsen. Volg jij de heren en dames overal in de wereld? Nee, dat niet. Heren WK's laatste jaar omdat het in Europa was. En EK's zoveel mogelijk in Nederland. Nou, dames schaatsen als het uitkomt, ook voor mijn werk uitkomt. Dan het kunstrijden, het duel Katharina Wiet, Oost-Duitsland tegen de Amerikaanse Debbie Thomas. Dat was de meest beschreven tweestrijd van de winterspelen. Gaan we een Canadees meisje rijden? Ja. Vannacht tegen 5 uur viel de beslissing. De Olympic Saddle Dome hield de adem in. De gratie van die Katharina Wiet contra de perfectie van Debbie Thomas, dat zou het worden. Maar er deed ook nog een Canadese mee, jawel, Elizabeth Manley.